Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En als je nieuw bent op ons kanaal, join de DTL Squad door hieronder te abonneren. Volg ons op Instagram en op TikTok. Vandaag hebben we namelijk wat super leuke pranks met jullie. Alhoewel, wij vinden ze super leuk. En vandaag delen we super leuke pranks met jullie. Want wij hebben funny tussen haakjes Halloween pranks al eerder gemaakt. Ja. Op het i'tje. Maar ja, jullie vonden dat heel erg leuk. Ja. Alleen nu willen we eigenlijk het nog een keer doen. Maar wel bedankt voor wat pranks die nog niet wat minder vaak gedaan en die we zelf niet zo vaak voorbij hebben zien komen. Ja. Dus heb je er zin in, doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En dat hebben we eigenlijk al gezegd. Dus ja, laten we beginnen. Even een lekker kop koffie. Ah, echt zin in. Oké, okay, doe maar op. Want ik heb echt, ik ben niet wakker vandaag. Beetje pumpkin spice kruiden. Lekker sterke zwarte koffie. Yeah. Oeh, blassen. Snel. Pumpkin spice latte. Wat dacht je van soja latte? Lekker genieten van je lekkere kopje koffie. Yummy, yummy, yummy. Oeh, even roeren. Dat zal lekker smaken, hè, Mali? Pumpkin spice latte. Dit zou ik lekker buiten opdrinken. Het ruikt ook zo lekker. Lekker. Eeuw. Waarom is dit zo zout? Het smaakt naar soja. Chayona! Ik heb hier jouw lieve deodorant. En die ga ik niet lekker verpesten. Door te vervangen door suikerspread. Die kan ik gewoon doen bij de Albert Heijn. En dit gaan we dus nu lekker in doen. Zo, eerst even die restjes eruit. Zo. Oké, het ziet er super vies uit. Ik ben blij dat ik dit niet op morgen hoef te smeren. Dit gaan we dus eerst uithalen. Oké, deze zetten we erin. En die rollen we dan een beetje naar beneden. Zo. Gadverdamme. En kijk, als je dit dus straks omhoog rolt, dan krijg je dus zuivelspread. En dat gaat dan zo smeren. Dat gaat dan lekker over de hele arm, al de kleding heen zitten. Ik heb er al zin in, een beetje de zijkanten schoonmaken. Zo. Nou, even dit opruimen, handen wassen en we zijn ready to go. Wat stink ik. Eeuw, eeuw, eeuw. Even lekker deo open. Lala. Voor Amani nu cakepops maken. Ik ga het namelijk zo doen. Ik ga super lekkere chocolade cakepops maken. Met mijn glazuur, sprinkles en met mijn stokjes en met mijn spruitjes. Want deze gaan we namelijk in de chocolade dippen. En dan gaan we Amani een lekkere cakepop aanbieden. Oh. Tada! Amani! Ik heb echt super lekkere cakepops gemaakt. Oh, ik hou van cakepops. Alsjeblieft. Lekker. Wacht, nou. Doe maar. Proost. Proost. Eeuw, zijn dit spruitjes? Ja, sorry, ik had niet zo zin om ze nog te koken. Ze zijn rauw. Oeps. Gadverdamme. Ah. Oké, okay, wat we dus gaan doen. Ik heb hier een lege handzeep fles. Tube, weet ik veel wat. En ik heb hier hobbylijm. En wat ik dus ga doen, ik ga de lijm, want die is doorzichtig. En deze zeep was ook doorzichtig. Ga ik hierin doen. En dan hoop ik dat ze denken dat het gewoon zeep is. Maar als ze haar handen gaat wassen met lijm. Nou, dat gaat er dus niet af. Dus vandaar dat ik er super veel zin in heb. Dus we doen hem open.
En dan doen we er duimer in. Het voelt net alsof we slijm gaan maken. Oké dan. Ugh. Het lijkt best wel op de zeep die er gewoon in zat eigenlijk. Want die was gewoon doorzichtig en deze ook doorzichtig. Wow, past er wel erg goed in. Zo. En nu ga ik hem gewoon weer zetten waar ik hem gevonden had. Zodat als Jonas wat lekker haar handen gaat wassen en dat ze de wc heeft gebruikt, weet ik veel wat. Dan gaat die lijm weer niet af en dan is het helemaal drama. Dus ik heb er weer zin in. Zo, even lekker mijn handen wassen. Eeuw, ruikt dat? Eeuw, jakkie. Dit is gewoon, dit ruikt naar slijm. Dit is lijm, godverdamme. Eeuw. Ik ga nu voor Amani brownies maken. Wat ben ik toch een lieve zus. Alleen, niet echte brownies. Spots brownies. Ik ga namelijk deze bedekken met chocopasta en hagelslag en sprinkles. En dan leg ik het op een bordje neer en dan laat ik zien wat voor lieve zus ik ben. En dan nemen ze een hap en dan dus dat gaan we doen. Amari! Ja? Ik hoop dat je trek hebt. Want ik heb voor jou een heerlijk taartje. Gewoon brownie. Lekker. Mm-hmm. Ik eet gewoon met mijn handen hoor. Ja hoor, doe maar. Eeuw, is dit spons? Tja, dat is voor jou een vraag en voor mij een weet. God, is deze gebruikt? Eeuw, oh my god. Voor de volgende prank heb ik hier een leuke oude onderbroek. En pindakaas. We gaan het als volgt doen. We hebben hier de onderbroek. En we gaan hier pindakaas doen. Zodat het net lijkt alsof er een poep onderbroek in de maandjeskamer ligt. Dus we hebben ook zo'n lekkere vloeibaarachtige pindakaas. En dan komt er hierop lekker wat pindakaas. En dit gaan we nu in de maandjeskamer leggen. Eeuw. Gadverdamme. Is dat een onderbroek met schijt of zo? Waarom zou je dat op mijn kamer? Dat is pindakaas, gadverdamme. Ciao, Jona! Dit was alweer de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En volg ons op Instagram en op TikTok. En ja, tot de volgende keer. Doei!